Hartelijk welkom bij de webinar Warmte en collectieve warmtenetten. Namens Remea ben ik Gosse Visser en hij is Robert Duinstee. We willen uw vader welkom heten en willen we gaan meenemen in de wereld van collectieve systemen en verwarmingsnetten. Hier zien we een installatie die nog niet zo heel erg vaak wordt toegepast, maar in de toekomst zeker tot de mogelijkheden behoort. Waarbij we een aantal opwekkers van Remea hebben, een waterstofquinta, en we zien een Acacella en we zien een luchtwaterwarmtepomp die als backup gaat gelden voor het stadsverwarmingsnet, waarbij de distributie in de wooneenheden gebeurt door een Rema-box. Dus deze situatie zal in de toekomst zeker vaker voorkomen. Waarbij we alle... Robert? Ja, wat we zien, wat we straks gaan combineren, is de collectieve warmtebron die in het gebouw de warmte opwekt. Die kan de warmte overnemen daar waar nodig is van de stadsverwarming unit. Dus je kunt het beide kanten op verwarmen. Je kunt je pand warm houden door je eigen collectieve bron die als een soort backup dient. En we komen straks ook nog bij mogelijkheden waar we andersom de energie kunnen gebruiken van collectief ten behoeve van stadsverwarming. En alles is natuurlijk bemeterd aan beide kanten van de opwekking en aan beide kanten van de afgifte. Ja. Ja, hier ziet u een voorbeeld van een meergezinswoning. Eigenlijk hetzelfde plaatje van zojuist, echter dan niet op een warmtenet aangesloten. U ziet wel de collectieve warmtebron weer, in dit geval die waterstofquinta. U ziet daar een warmteopslagtank voor de verwarming. En u ziet een tank voor tapwatervoorziening die verwarmd wordt centraal voor de woning. U ziet een afgiftezet op de eerste verdieping op links. Een stukje isolatie bij de panden gaat een belangrijke rol spelen natuurlijk, maar ook de e-twist, de centrale ruimte unit, zeg maar, waarmee de temperatuur geregeld kan worden. En die ook, zoals u op rechts ziet, met e-service op een smart manier de systemen aan gaat sturen, de installateur gaat bedienen, gaat helpen. En die ons ook gaat helpen aan informatie over de producten en het welzijn van de producten. En op het dak van het pand ziet u nog solar liggen en fotovoltaïk, zowel stroom als warmte. En eventueel een warmtepomp die op het dak zou kunnen staan, maar ook naast het pand kan staan. Natuurlijk is wordt alles bemeterd, waarbij je dus zeer kostenefficiënt kunt sturen in de opwekking, maar ook in de afgifte. Ja, hier ziet u een warmtenet. Als u op links kijkt, dan ziet u daar het primaire net, wat een vuilverbranding kan zijn, of een energiecentrale bijvoorbeeld, met een peak backup bron. Die peak backup bron die hier getekend is geothermie. U ziet in het midden de seizoenswarmteopslagmogelijkheid. En Gossen daar net naast, wat zien we daar, net erboven? Daar komt een kassencomplexje in tevoorschijn. En voorzien van in dit plaatje dan toevallig een stukje veldverwarming. Wat bijvoorbeeld in de eredivisie voetbal al zeer gebruikelijk is. Maar ook telen in volle grond kun je met warmte net iets eerder opstarten. Daarna gaan we rechtsbovenin naar het collectieve systeem zoals we juist gezien hebben. Eventueel met een backup. Waardoor je de wijkverwarming die linksbovenin gesitueerd is, bij het uitval van enige hoofdbron nog kunt oppakken of op kosten gestuurd kunt gaan regelen. Ja. Hierboven zien we dan het aantal aangesloten warmtenetten op dit moment, al voor 2020, voor 4.500.000 woningen. Gezamenlijk goed voor 29,7 petajoule. En hoeveel is dat dan precies, Robert? Dat is heel veel, Gossen. Dat is heel veel. En ja. We verwachten dat de levensduur ongeveer 30 tot 40 jaar zal zijn. Ja, hier gaan we naar een plaatje restwarmte. Voor een deel zien we daar weer dezelfde bronnen verschijnen. We zien helemaal bovenin de fabriek met industrie warmte surplus. We zien de afvalverbranding met zijn restwarmte.
elektriciteitscentrales met restwarmte. We zien in het midden een datacentrum die op laag temperatuur verwarming kan leveren. En we zien een supermarkt op links van het midden. Daar is ook een case study over, Gos. Ja, op dit moment zijn we daarmee bezig in een case study ergens in Scandinavië. Waarbij een supermarkt, de koeling van een supermarkt wordt gebruikt voor als verwarming voor de appartementen naar boven. Door het omzetten van de systemen. Dat is een wisselwerking waardoor je het pand aan zich in balans houdt. Ja, wat we in de toekomst ook gaan zien is dat warmtenetten en ook restwarmtenetten ook gebruik gaan maken van de zeer laag temperatuur, hè, die we ook benoemden bij het datacentrum. En die restwarmte die kan eventueel middels een ophoging van een door middel van een warmtepomp verhoogd worden, zodat die goed bruikbaar is ook weer in meerdere andere panden. En bij het overstappen van collectieve netten naar stadsverwarmingsnetten hou je vaak je recirculatieleiding van je tapwater over. Dit hoef je niet te wijzigen, dus de ingreep in het pand wordt heel klein bij het gebruik van de Aquacella. Deze oplaadboiler kan toegepast worden rechtstreeks op de stadsverwarming met behoud van je circulatieleiding. Ik heb het nog even schematisch weergegeven. Je komt met de stadsverwarming binnen. Je haalt ongeveer tussen de 45 en 90 kilowatt uit. Dat stop je via een platenwisselaar in je tapwatersysteem, waardoor je recirculatie gewoon intact blijft. Natuurlijk kun je dit individueel gewoon bemeteren. En heb je op die manier alles weer op de juiste plek, op de juiste tijd. Ja. Ja, hier hebben we een overzicht van de stooklijnen door de jaren heen. We zien helemaal op links in 1880 rond de 200 graden een bekend voorbeeld. Dat voorbeeld is New York, waar stadsverwarming als een van de eerste plekken gebruikt werd. Je ziet hier het plaatje, zie je heel veel damp. En dat betekent dat een van die hele oude leidingen uit 1880 het niet meer zo lekker doet. Is nog steeds een veel voorkomend plaatje in New York. En als we weer naar die stooklijnen gaan, dan zien we dat die in 1880 rond de 200 graden. In 1930 net boven de 100 graden. 1980 onder de 100 graden raakte. En dat we nu ergens tussen de 90 en 50 graden aan het verwarmen zijn. En daar komen we straks nog even op terug. Maar hoe ga je dat dan doen met je tapwater als we zo ver zakken? Ja, voor tapwater hebben we een aantal oplossingen. Een van de oplossingen is de booster opwarming. En dat doen we middels het naverwarmen elektrisch van het tapwater. Het is ook mogelijk om daar een tapwater warmtepomp te gebruiken. Die tapwater warmtepomp die kan bijvoorbeeld op de vloerverwarming aangesloten worden. En zodanig zijn warmte dan aan het tapwater afgeven. Robert, wat is dan precies het voordeel van het verlagen van die stooklijn? Ja, het grootste voordeel is dat je energieefficiëntie drastisch toeneemt, Gosse. Oké, dankjewel. Ja, hier ziet u het plaatje wat ik net ook al schetste met de verschillende temperaturen. De hoge temperatuur 90 graden naar plus 75. Dat is een reguliere, wordt veel gebruikt in panden, slecht geïsoleerde panden, woningen. Gebouwen. Je ziet de middentemperatuur 55, 75 en je ziet eigenlijk eerder andersom van 55. Wat meer de richttemperatuur gaat worden, meer en meer. In reguliere woningen toegepast, matig geïsoleerde woningen, dan heb je toch nog wel die 75 graden nodig. Beter geïsoleerde woningen gaat dat steeds verder terug. Kom je bij laag temperatuur uit. Zeer goed geïsoleerde woningen en uiteindelijk bij de zeer laag temperatuur en bronnen. En die zul je na moeten verwarmen met warmtepompen. Wat bij laag temperatuur in sommige gevallen ook het geval is. Ja, hier komen we daadwerkelijk bij de bronnen die gebruikt worden voor stadsverwarming. Als we weer in de tijd teruggaan in 1880, daar waar het begon, New York. Voor een kleine districtverwarmingssysteem zag je dat daar met kolen en afvalverbranding warmte werd opgewekt. Wat al heel slim was,
was dat ze in die tijd ook die stoomopslag hadden. Dus ze hadden een soort van energieopslag beschikbaar destijds. Je ziet in 1930 dat het aantal bronnen nog steeds redelijk beperkt is. Maar wat al een vergroening was van de oorspronkelijke verbranding, is dat combined heat and power, dus warmte en energie halen uit kolen en olie. En die opslag die bleef. In 1980 zie je de industrie surplus erbij komen, biomassa, ook combined heat power en grootschalig solarvelden. En als je dan naar 2020 kijkt, dan zie je dat het aantal bronnen nog weer verder drastisch toegenomen is. Waarbij geothermie een belangrijke rol speelt, seizoensopslag van warmte, datacenter zoals eerder genoemd. Biomassa conversion hebben we daar staan, tweeweg district heating, waarbij die supermarkten die we genoemd hebben, dus zowel de koude als de warmte gebruiken. Combined heat power uit biomassa en ik denk ook een hele belangrijke, de centrale warmtepomp die we gaan gebruiken. Natuurlijk zijn er ook vraagtekens. Afvalverbranding, weet jij bijvoorbeeld dat er op dit moment afval geïmporteerd moet worden om de afvalcentrales te moeten blijven stoken? Ja, ik had het gehoord, Gosse. Weet je dat ook nog sterk gesubsidieerd wordt, Gosse? Helaas wel, ja. Helaas. Oké. Ja, die vraagtekens, Gosse. Ik zie onder andere vraagteken bij biomassa staan en biomassa conversion. Ja, verwijzen die naar Prinsjesdag dit jaar? Zeker. Die Esther Ouwehand die maakte daar een keurig statement. Kappen met kappen. We moeten uiteindelijk ophouden met het verbranden van biomassa. Daar, ergens in het systeem komt dan de CO2 vrij. En uiteindelijk willen we dat niet. Want we willen naar CO2 neutraal. Dus bij het de uiteindelijke doel van de energietransitie is energie neutraal gaan. Of CO2 neutraal gaan. En daar gaat het verbranden van biomassa manco. Ja. Ja, ik denk, Gosse, als bronnen als biomassa onder druk komen te staan, zul je iets moeten doen met je bronnenstrategie? Jazeker, de bronnenstrategie is voor de lange termijn natuurlijk een must. Ja. En gelukkig zijn we daar ook al nu al mee bezig. Ja. Ja, ik denk dat we hier een mooi voorbeeld hebben voor je, Gosse. Ja, het produceren van waterstof, waarmee je natuurlijk met het verbranden van de waterstof in een waterstofketel al heel ver is in de ontwikkeling. Maar er komt ook heel veel warmte bevrij, zoals we in dit schema zien. Je laat met leidingwater, dat gaat eerst door een ontharder, daarna naar een electrolyzer. Daarbij wordt uiteindelijk via het proces waterstof gemaakt en de bijproducten zullen zuurstof en warmte zijn. En die warmte zouden we weer ideaal kunnen gebruiken in onze warmtenetten. Ja, wat doet die combinatie, hoe efficiënt is dat eigenlijk, Gosse? Daarmee kun je bijna de efficiëntie van HR-techniek halen. Oké, dat klinkt eigenlijk heel goed. Nou merk je dat als we het over waterstof hebben, dat er over het algemeen redelijk angstig over wordt gedaan en alsof het een grote onbekende is. Maar wij kennen waterstof toch heel erg goed uit het verleden. Waterstof is lang niet nieuw. Nee. Hier zien we dus de successen van onze stadsverwarmingsnetten. Die al voor de meerderheid... De stadsgasnetten die voor de meerderheid van hun percentages gewoon op waterstof hebben gedraaid. Al sinds jaar en dag. Rotterdam 1826. Toen konden we dus eigenlijk al voor meer dan 50% op waterstof draaien. Ja, en ik denk dat wat mooi is om hier ook toe te lichten, en je ziet het plaatje van de Westergasfabriek, dat is de opslag van waterstof in Amsterdam, ja. Die al vanaf 1885 plaatsvindt. En om de angst weg te nemen, Amsterdam is bij mijn weten daarna nog nooit afgebrand. Nee. Nou, en wat nog interessanter is om te weten, is dat lichtgas een Nederlandse ontdekking is. Jazeker, de heer Winkeliers heeft het uitgevonden. Dus hij was professor in Maastricht. En, Minkeliers die vond uit dat met droge destillatie van steenkool dat er een gas ontstaat. En dat gas dat noemden ze lichtgas, of hij noemde dat lichtgas. Hij was daar ook mee aan het experimenteren.
En hij probeerde dat ook te gebruiken om zijn auditorium, zoals dat heet, te verlichten. Daar had hij wat moeite mee. Ja, helaas slaagde hij er niet helemaal een distributienetwerk te verdistribueren. Waardoor het in eerste instantie een korte levensduur had. Maar uiteindelijk hebben ze dat trucje toch onder controle gekregen. Ja. Ja, we hebben hier een statement van de Europese Commissie. En die Europese Commissie, dus uit 2020 overigens, die geeft aan dat waterstof een hele belangrijke bron gaat worden. Je ziet nog regelmatig een discussie die daarover gevoerd wordt, ook bij onze overheid. Maar dit is een statement van die Europese Commissie. Waterstof als brandstof, als energiedrager, waterstof als energieopslag, wat misschien wel een van de belangrijkste is. En daar komen we straks ook nog op terug. Het heeft heel veel mogelijkheden in de energieopwekking. In de industrie, want industrie met al zijn warmtebehoeften en energiebehoeften. In transport, maar ook in de gebouwensector. En dat is het punt waar we vandaag natuurlijk met name willen belichten. En daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat we dat geheel CO2-neutraal gaan opwekken. Door middel van electrolyzing. Ja. Dus, en daarbij wordt het dan ook vele malen CO2-neutraler als bijvoorbeeld biomassa. Ja, en een stuk schoner als hout verbranden. Ja. Goed. Gosse, hier, die Menkeliers die kreeg het niet voor elkaar, maar in Tokio. Ja, in Tokio hebben onze Olympiërs er wel van mogen genieten. Dit is het Olympisch dorp in Tokio, dat volledig door waterstof werd verwarmd en van warm water werd voorzien. Ja, maar, en dat is wel weer jammer, het is nog steeds met kolen gedaan. Hè? Nog steeds droge destillatie, waterstof uit droge destillatie. Helaas, de grootste electrolyzer was niet op tijd klaar. Ja, wat je ziet is dat Japan nog steeds kolen nodig heeft om waterstof te maken. En daar komt het op neer. Gosse, wat zien we hier? Ja, we zien hier een plaatje van een van onze waterstofketels die op dit moment draait. Dit is nog een huishoudelijke ketel. Ook deze draait nog op grijze waterstof. Maar hiermee hebben we wel het concept kunnen laten zien. Waardoor we menen het veilig te kunnen doen. Dit gebeurt straks ook voor de grotere ketels. Dit is toevallig een CW4 voor een huishouden. We hebben de proef in Rozenburg, waar we die al 2 jaar bijna draait. En we verwachten als de opwekking van waterstof voldoende groot wordt, dat die in 2030 al op het niveau van aardgas ligt qua financiële middelen. Ja. Ja, dus die kosten van waterstof die gaan drastisch dalen. Dat is wat je zegt. Helder. Hier zien we de backbone van zoals we die gaan gebruiken in 2030. Hiervoor moeten nog wel een aantal dingen natuurlijk gebeuren. Dat zien we in het geel. Maar voor het grote, overgrote merendeel is het al helemaal klaar. Met een aantal opwekkingen erop die men aan het plannen is. Deze backbone is reserve, dus we kunnen hem gewoon gaan gebruiken. Hij ligt al klaar. Ja, volgens mij vindt hij ook zijn basis in Slochteren, of niet? Ja, inderdaad. Vandaar dat Delfzijl met een van de eerste waterstoffabrieken wel erg dichtbij is. Oké, prima. Ja, hier zien we een heel mooi plaatje. Je ziet dat plaatje ook bewegen. Wat we hier laten zien is dat we een heel aantal manieren hebben van energieopslag. En die we ook nodig gaan hebben in de nabije toekomst. Er staan een aantal opgelijst. En als je kijkt naar welke manieren van energieopslag grootschalig plaats kunnen gaan vinden, dan blijven er eigenlijk 3 over. En dat zijn de 3 die u hier ziet. Dat is synthetisch natural gas, noemen ze dat synthetisch natuurlijk gas. We zien het oppompen van water naar hoger gelegen plekken en weer naar beneden laten stromen om energie op te wekken. Gaat in Nederland niet lukken. En we zien waterstof genoemd. En je ziet dat waterstof een heel groot potentieel inneemt in het opslag van energie.
En daarom waarschijnlijk ook onontbeerlijk gaat worden in die omslag die we moeten maken. En dit ook zeker gezien de tijdsspannen. Ja. Ja, waarom willen we overschakelen van aardgas naar waterstof? Of waarom zouden we dat moeten? Nou ja, een van de dingen, zojuist genoemd door Gosse, CO en CO2 productie bij verbranding van waterstof is afwezig. Waterstof is een energiedrager die geen energie verliest bij langdurige opslag. In tegenstelling tot de batterij, even ter vergelijking. Het is overal ter wereld te produceren. En daar hebben we straks een heel recent voorbeeld van dat het ook gaat gebeuren. We gaan minder afhankelijk worden op het moment dat we dit grootschalig kunnen gaan inzetten. Het haalt elke dag het nieuws op dit moment, Wit-Rusland. Maar ook van de afname van de Aziatische landen. Want die grote vraag daar heeft zijn weerslag op onze energiekosten, onder andere. Het is makkelijk op te slaan in lege aardgasvelden, alhoewel het nog wel wat voeten in aarde zal hebben, maar ook op andere plekken. Je kunt het prima transporteren. Er zijn voorbeelden van bekend, Japan bijvoorbeeld, Tokio lieten we net zien. Daar gaan ze ook met hele grote waterstofschepen transporteren, zodat waterstof elders geproduceerd kan worden. En zeker in de toekomst groene waterstof, die zul je vaak ook moeten halen. Net zoals we nu ook onze gas elders vandaan halen, een klein beetje nog in Nederland. We hebben minder exotische mineralen nodig voor de productie. In dit geval vergelijk ik hem dan weer met de batterij, die veel exotische mineralen nodig heeft. Dus waterstof heeft in dat geval een heel groot voordeel. Het kan hoge temperatuur aan, of het veroorzaakt hoge temperatuur bij verbranding. Dat betekent ook dat je aanpassingen moet doen aan de apparatuur die je gaat gebruiken voor waterstof, warmteopwekking. En waterstof bevat de meeste energie per kilogram. Dat is een bondige samenvatting. Nou, Nederland kiest voor waterstof uit Namibië, zoals deze krantenkop van onlangs kopt tijdens de wereldtop in afgelopen maand in Glasgow is dat overeengekomen. Namibië is natuurlijk een uiterst dun bevolkt land met heel veel zonneschijn, met heel veel wind aan de kust. Ja, daar kan je ideaal groen opwekken. Ja, ik denk dat het ook benadrukt, Gosse, dat in Glasgow, dat onze overheid ook heeft gezien dat waterstof een hele belangrijke rol gaat geven of gaat nemen in de toekomst. Zij sorteren hiervoor op die enorme behoeften die we nodig gaan hebben. En hoe gaan we dat realiseren? Dit is echt een stap voorwaarts. Zeker. En ook een hele recente. Heel interessant. Gosse. Aflopend. Hier zien we het cascaderen van warmte. Dus je gaat, we krijgen links de warmte uit onze bronnen. Die kun je dan langzaam gaan opstapelen. Waardoor je steeds meer efficiëntie in je net kunt stoppen. Steeds hogere temperatuur. Totdat je de temperatuur bereikt hebt die je in je afgifte nodig hebt. En daarmee kun je hem dus ook weer laten aflopen. Dat is de andere kant van deze sheet. Daar waar je hem eerst kunt opstapelen en gebruiken kunt. Bij gebruik stapel je hem automatisch ook weer af. Waardoor de cirkel uiteraard weer rond is. Ja. Ja, ik denk dat deze technieken op dit moment nog niet zo heel veel gebruikt worden. Maar we verwachten wel dat dit groter gaat worden. Dat het gebruiken van warmte die over is, hem opwaarderen en hergebruiken. Of andersom, die gebouwen die met lagere temperatuur toe kunnen, op lagere temperatuur stoken. Nadat iemand eerst een surplus aan warmte eraf heeft gehaald. Dat gaat natuurlijk een hele mooie toevoeging zijn op het huidige gebruik van energie. Technisch zijn hier nog wel wat hobbels te nemen. En ieder kan zien dat er enorme voordelen aan zitten. Ja. Ja, hier zien we een open warmtenet. Open warmtenet, dat noemen we zo op het moment dat we met meerdere bronnen invoeden. Oorspronkelijk heb je linksbovenin zie je restwarmte die beschikbaar is. Inmiddels, zoals in dit voorbeeld in Amersfoort, zie je dat op het hele circuit biowarmte toegevoegd wordt.
zonnewarmte wordt toegevoegd, aardwarmte wordt toegevoegd. En dat geheel wordt in één circuit in Amersfoort gebruikt voor het verwarmen van alle panden die op het warmtenet daar aangesloten zitten. Dit is een mooie manier met meerdere bronnen één netwerk op het juiste temperatuur te brengen en te houden. Hierbij zijn wel wat aandachtspunten natuurlijk. Ja, heb je de zekerheidsstelling van welke bron levert wat. Hoe groen is welke bron en tegen welke kosten kun je het zo kostenneutraal mogelijk blijven doen. Dus het blijft een constante schakeling tussen bron A, B, C, D. Je zou dus zelfs, zoals we in de eerste sheets hebben laten zien, decentraal kunnen gaan regelen. Ja, en ik denk dat ook interessant is wat jij zegt. De duurzaamheid van de bron is uiteindelijk ook bepalend. En je kunt dus ook straks gaan sturen, heb ik de duurzame bron beschikbaar, dan ga ik de andere mindere duurzame bronnen minder inzetten. Ja, natuurlijk is sturen op kosten 1, sturen op CO2 is 2. Ja. Ja, hier zien we bodemenergievarianten. Op links het mooie groene voetbalveldje waar het gebouw op staat. Daar zie je een toepassing die voor kleinere woningen toegepast wordt. Een gecombineerde warmte- en koude bron. Dus warmte- en koude opslag. Achter dat groene veldje zie je het witte veldje. Dat is in de wintersituatie. Aan de voorzijde, het veld, daar ziet u twee aparte bronnen, één bron voor warmte, één bron voor koude. En dat wordt veelal toegepast in grotere complexen. En het pandje daarachter, dezelfde situatie, maar dan in de winter. En alle zaken die daarbij horen. Het hoge rendement voor seizoensmatige opslag is, of de Nederlandse bodem is erg geschikt en zal ook dat hogere rendement voor seizoensopslag bevorderen. Risico van deze manier van opslaan is wel het mengen van grondwaterlagen. Lekkage eventueel, moet u denken aan bij gebruik van glycol in de bodem. En dat zijn bekende gegevens. En het vergt een zwaarder elektriciteitsnetwerk. Gosse. De distributie van tapwater wordt hiermee natuurlijk wel iets ingewikkelder. Zo zie je hier in dat een individueel, een collectief en een supercollectief gebeuren, een netwerk. Daar waar je het oorspronkelijk makkelijk overzet van de stadswarmte direct in tapwater, zie je dat je met meerdere conversies het terug moet schakelen om daar de juiste tapwater op de juiste plek te krijgen. Voor verwarming, Robert, is dat leven wat simpeler. Ook hier zie je hetzelfde schema, hetzelfde ding, maar hier zie je dus veel minder lijnen en waarbij je dus de verwarming die je veel makkelijker kunt terugschakelen in temperatuur en in capaciteit. Ja, als we kijken naar stadsverwarming versus collectief, wat zijn de voordelen en de plus en minnen van stadsverwarming? Minimale flexibiliteit aan de bewoner, dat is geen voordeel. Het vergt wel minder ruimtebeslag in de woning, dat is wel een voordeel. We zien beperkt onderhoud in de wooneenheid. Mogelijkheid om warmte te cascaderen, wat we eerder al gezegd hebben, dat is ook een pre. En die verder gewerkt gaat worden in de toekomst. De mogelijkheid of stabiele bron heb je nodig. Hè. We hebben net die bronnen laten zien. We hebben de bronnenstrategie genoemd. Het is essentieel om stabiele bronnen te hebben. Als we kijken naar stabiele bronnen. Industrie-surplus ligt zwaar onder druk. We zien voorbeelden van Tata Steel. Kun je me eens toelichten. Die zijn de afgelopen jaren natuurlijk een aantal keren overgenomen. Waarbij de vervuiling ook nog eens een keer een ernstige rol speelt in lokale politiek. Die men daarvoor helaas veroorzaakt. Daarbij zullen dus verschuivingen plaats gaan vinden. Dus, dit soort industrieën verdwijnen gemiddeld genomen steeds vaker richting lage lonen landen. Als je hem dus hier kwijt bent, dan is je bron dus niet zeker. Ja, en je hebt ook de discussie over het milieu bij Tata. Je hebt de discussie over het milieu ook bij vuilverbrandingen.
Ja. We noemden eerder vandaag dat we voorbeelden zien in Nederland waar 15 miljoen subsidie wordt gegeven op afvalverbranding. Waarom gebeurt dat? Die afvalverbranding is wel de bron van je warmtenet op dit moment. Dat is niet de enige reden, maar is wel een belangrijke reden. De CO2 die afgevangen wordt dan naar de kassen gebracht. Maar wat men vergeet is dat het afval geïmporteerd wordt uit Engeland. Bijvoorbeeld dat Engeland bezig is zijn eigen afval te gaan verbranden en daarvoor centrales bouwt. Dus hoe stabiel is je warmtebron voor je warmtenet op het moment dat een afvalverbrander is? Ook daar kun je dus je vraagtekens bij stellen. Ja. En wat je dan wel ziet is het invoeden van warmte met collectieve systemen, kleinere netwerken. Dat kan natuurlijk helpen om die warmtenetten wel op de juiste manier in leven te houden. Maar de collectieve bron kan ook nodig zijn om je stadsverwarmingsnet zeker te stellen. Ja, en uiteindelijk bij alle verbranding van dit soort systemen komt ergens CO2 vrij. Ook al kun je het hergebruiken en afvangen, het komt alsnog ergens vrij. Ja. Nou, verder hebben we nog het punt dat stadsverwarming natuurlijk prima te combineren is met tapwaterverwarming, met de systemen die we eerder ook al hebben laten zien. Nadeel is dat je hogere temperatuur gemiddeld gezien nodig hebt, omdat je verschillende gebouwen moet bedienen. En het gebouw met de hoogste temperatuurvraag, dat is de temperatuur waarop je stadsverwarming moet stoken. Ja, bij een collectief systeem kun je veel meer aanpassen op het gebouw en betekent dat je ook veel lagere temperatuur kunt gebruiken. We gaan ook meteen even door naar de collectieve systemen. Je hebt een grotere flexibiliteit voor de bewoner. We zien een lagere investeringskosten. Niet onbelangrijk. We zien relatief lage onderhoudskosten over het hele systeem gezien. Je hebt de mogelijkheid ook om warmte te cascaderen. Je hebt een laag opgesteld vermogen als gevolg van centraal tapwater. De basistemperatuur kan lager gekozen worden, zoals ook al eerder gesteld. Hij is te koppelen aan energiebesparende technieken en te combineren met individuele tapwater. En zoals we al zeiden, je kunt hem zelfs gebruiken om in te voeden op je warmtenet. Ja, hier hebben we de wijkverwarming uit Langsmeer. Het belangrijkste is dat in dit geval er gekozen is voor een collectief verwarmingssysteem, warmtenet, op wijkniveau. Hierbij is de zon als belangrijkste bron genomen. Daar is gekozen voor een hele zware vorm van isolatie van de gebouwen. En er is voor een laag temperatuur verwarming gekozen. Wat daar verder nog heel erg belangrijk is, het is een samenwerking. Deel van de warmte wordt daar ook onttrokken aan drinkwater. Men heeft daar een commissie opgesteld die zich bezighoudt om de bewoners te adviseren hoe zij een zo optimale manier kunnen stoken in hun pand, huis of wat dan ook. En die werkgroep die ondersteunt dus en bewoners bij cursus die gemaakt moeten worden of bij de instellingen van hun apparatuur. En zo hebben ze eigenlijk een soort van klein systeem gebouwd wat super efficiënt functioneert op wijkniveau. En ze hebben daar met die hele commissie, met de werkgroep, hebben ze enorme energiebesparing gerealiseerd op in deze wijk. Ja, Gosse, dan zijn we al bijna bij het eind aangeland van ons overzicht. De conclusie. Ja, nou ja, zoals we al eigenlijk gedacht hadden, collectieve systemen en warmtenetten spelen een zeer belangrijke rol straks in de energietransitie. En we moeten wel ernstig kijken naar de duurzaamheid van onze bronnen. En ja, de wereld wordt hybride. En dus ook collectieve en systemen en ook warmtenetten zullen naar hybride moeten gaan. Ja. Ja, je had die bemetering, heb je hier nog een keer genoemd. Hè. Het wordt steeds belangrijker om de vervuiler betaald, hè, zo noemen we het maar. Dus veel warmte is ook... In geval dat je CO2 neutraal bent, dan is het dat wat de gebruiker betaald. Ja. Ja. Maar ja, uiteindelijk willen ze dan toch het geld ontvangen, Gosse. Dus, helaas. Ja. Dat kunnen we niet mooier maken. Nee. Maar goed, en waterstof als belangrijke rol. Ik denk dat die ook voldoende toegelicht is. Als een van de prima mogelijkheden voor de toekomst. Voor warmtenetten en collectieve verwarmingssystemen. Zijn er nog vragen binnengekomen?
Ik heb op dit moment via de chat geen vragen binnengekregen. We kunnen natuurlijk altijd vragen ook in de nabije toekomst nog beantwoorden, mocht die er zijn. Ik denk dat we een redelijk beeld hebben gegeven zoals wij, hoe wij de wereld zien in de komende jaren. Denk het wel. En in het verleden. Ja. Dus dit is wat wij ervan kunnen vertellen. En als er geen vragen zijn, dan... Dan neem ik aan dat het gewoon duidelijk was. Dat neem ik ook aan, Gos. We hebben natuurlijk al ligt nog wel een kleine teaser als nastoot. Kolen maken een sterke comeback. Gosse. We hebben 30% meer kolen gebruikt vorig jaar dan het jaar daarvoor. Ja, en we zijn denk ik niet de enige, want we horen die verhalen ook uit China. Kijk, het is heel interessant als je kijkt over vergroening van je energiegebruik. En je ziet dit, dan weet je dat we nog een hele weg te gaan hebben, Gosse. Voor ons pensioen is het nog lang niet klaar. Dat denk ik ook niet. Ja, ik wil u allemaal bedanken voor uw interesse en ook voor uw aanwezigheid bij deze webinar. En ik hoop dat het wat toevoegt aan uw kennis en dat we dat misschien iets hebben kunnen verbreden vandaag. Dank u wel. Dank u wel.